Terrel, de stad, en dat zal jou als buitenstaander, relatieve buitenstaander misschien verbazen, is nu al in de ban van Xerxes DZB tegen Feyenoord in de beker. Wat vind jij van die prachtige loting? Ja, het is voor ons een leuke loting, denk ik. Ja, je hoopt altijd dat je niet een hele sterke tegenstander loopt in deze fase van de beker. Zet ze niet te veel op scherp, hè? Dat is bij PSV misgegaan namelijk. Nee, ja, oké, dat is inderdaad. Nee, maar dat is toch juist mooi als ze scherp zijn. Dan zijn we ook alleen maar extra scherp. Je weet alles al van je directe tegenstander, neem ik aan, op die avond eind oktober, of niet? Van Xerxes. Ja, ik heb hem gisteren nog bekeken. Nee, ik weet niet veel van de ploeg, maar het is natuurlijk wel mooi dat je zo'n derby hebt. En ik denk dat er veel mensen naartoe zullen komen uit Rotterdam. En het zou een mooie avond worden. Ja, waarschijnlijk bij Sparta of Excelsior gaat die gespeeld worden. Maar goed, het allerbelangrijkste, een tegenstander die je kunt hebben. En dus zou je moeiteloos verder kunnen komen in dit toernooi? Ja, normaal gesproken moet je die... Die moet je gewoon winnen en dan een ronde verder. We hebben de eerste ronde natuurlijk best een lastige tegenstander gehad. Die ben je door en eigenlijk deze ronde moet je ook door. Verwacht jij dat NEC hier in de Kuip even defensief gaat spelen als ze thuis deden? Ik denk het wel. NEC is wel op zijn sterkst als ze defensief spelen. Dan staan ze compact en geven ze niet heel veel weg. En ik verwacht dat ze op dezelfde manier gaan spelen. Alleen, dat is afwachten. Feyenoord heeft al behoorlijk wat verliespunten in de competitie. Toch heeft Feyenoord tegen de tegenstanders waar tegen het nu gespeeld heeft, 1 punt meer gepakt dan in de vorige competitie. Vind je ook dat we in onze beoordeling van dit elftal jullie tijd en moeten geven en geduld moeten hebben? Ja, aan de ene kant wel. Ik bedoel, het is een heel ander team natuurlijk dan vorig jaar. Veel nieuwe jongens. Dus ik denk, als je zo kijkt, wel. Aan de andere kant hebben we allemaal wel willen we allemaal veel. En zijn we allemaal heel hongerig naar succes en naar meer. Dus ik denk dat we inderdaad misschien wat meer tijd nodig hebben dan iedereen denkt. Aan de andere kant willen we gewoon wel heel graag presteren en proberen alles te winnen. Dus, Nu is er over nieuwelingen altijd discussie. Ik heb gisteren Martin van Geel lang gesproken over zijn aankoopbeleid. De jongens hebben tijd nodig. Jij bent de enige misschien wel die gelijk mee ging doen en ging spelen alsof je er al jarenlang staat. Hoe komt zoiets? Nou ja, ik denk gewoon dat sowieso alle nieuwe jongens tijd hebben. En de ene positie is misschien wat makkelijker bezet dan de andere. Er is veel concurrentie. Ik denk wel dat elke jongen die nieuw is wel de kwaliteit heeft om verfijnder te spelen. En dat zie je ook elke dag op training. En de ene die heeft misschien wat meer moeite om te wennen dan de ander. Maar jij hebt helemaal geen tijd nodig gehad, want zo lijkt het voor de buitenwereld. Klopt dat? Nou ja, natuurlijk heb ik ook wel mijn momenten gehad. Was het voor mij, ik weet nog wel, de eerste wedstrijd tegen Mallorca zat ik ook op de bank. En toen verwachtte ik ook niet te gaan spelen tegen Kiev. Alleen ja, toen heb ik het wel voor mezelf goed opgepakt. En heb ik die lijn doorgetrokken en ga ik gewoon lekker mee verder. Ten slotte, ik was van de week voor iets anders bij RKAVV, zag ik een elftalfoto met ook een Jan Maat erop. Is dat je broer of niet? Ja, zo'n broertje, ja. Kleine broertje? Ja, broertje. Talent of niet? Talent. Hij heeft wel... Zijn hele leven heb hij bij een BVO gespeeld, eerst bij Sparta ook. Ook bij Feyenoord nog. En vorig jaar van ADO naar RKV. En hij had gewoon lekker zin om weer naar de amateurs te gaan. Dus zo kan het ook. Veel contact met elkaar over die mooie sport? Ja, zeker. Ik heb sowieso veel contact met hem. Ook over voetbal en over andere dingen. Dus dat houden we wel.